Ja, wat best wel een moeilijke fase, in ieder geval in mijn leven was. Van ja, wat ga ik doen? Hoe ga ik nou die wens die ik heb tot uiting brengen? Ja, want ik dacht wel van, als wij zelf doorgaan, kunnen we eigenlijk op een gegeven moment nog harder cashen. Maar ik dacht van ja, we kunnen van die organisatie ook wel veel leren. Ze hadden wat grotere contracten, raamovereenkomsten. En als je veel raamovereenkomsten en contracten hebt, kun je ook wat meer risico's nemen. En een buy-and-build strategie. Dus we zijn ook bezig om andere partijen toe te voegen aan de groep. Het is leuk dat jullie weer kijken of luisteren naar een nieuwe aflevering van de Van Niets naar Iets podcast. De podcast waarin ik in gesprek ga met succesvolle ondernemers. En vandaag zit ik in de studio met Mourad Ikariden. Mourad, welkom. Dankjewel Youssef, bedankt voor de uitnodiging. Graag gedaan. Ik ga even kort introduceren en dan gaan we daarna lekker in gesprek. Goed? Helemaal goed. Mourad is de oprichter van Your Professionals. En in 2012 begint hij met deze leuke en interessante journey. Your Professionals was toen heel klein, inmiddels is het supergroot. Hebben ze 25 collega's in dienst en werken ze samen met zo'n 175 professionals. Het doel van Mourad is om binnen nu en 3 jaar 35 miljoen euro aan omzet te genereren met de Your Professionals groep. En hierbij is het faciliteren van menselijke groei een belangrijk uitgangspunt. Nou, hoe Mourad dit allemaal gaat realiseren, waar hij tegenaan is gelopen tijdens zijn hele journey onderweg naar dit succes, gaan jullie allemaal horen in deze aflevering. Dus blijf kijken of luisteren als je via Spotify luistert en raak geïnspireerd. Yes, Mourad? Ja. Klopt de hele introductie of zijn er nog dingen die niet helemaal kloppen? Nee, klopt als een bus, Youssef. Je hebt ook marketingmanagement gestudeerd. Dat klopt. In het verleden. Je hebt ook bij verschillende grote bedrijven gewerkt. Ja, dat klopt ook. Uiteindelijk gekozen voor het ondernemerschap. Ja. We trappen deze podcast altijd af met een vraag die bij dat ondernemerschap hoort. Ja. En die luidt als volgt. Wat is je belangrijkste leermoment van de afgelopen jaren als ondernemer? Ja, het belangrijkste leermoment is onderneem voor jezelf. En onderneem vanuit je eigen purpose en je eigen kwaliteiten. Ja. Als je gaat ondernemen, dan zijn er veel ogen op je gericht. Ja. Je familie, je gezin, de mensen om je heen. En vaak starten ondernemers vanuit een financiële drive. Waardoor ze eigenlijk hun eigen kwaliteiten en purpose en hetgene wat ze leuk vinden vergeten. Ja. En dat zijn toch wel de punten waar vanuit je kunt excelleren. En niet vanuit de emotionele punten dat je voor je gezin moet zorgen of de verantwoordelijkheid draagt voor je ouders en hun financiële situatie. Dus dat is wel iets wat ik als les mee wil geven en wat voor mij op een gegeven moment ook wel een eye-opener was om dat los te laten. Vertrouw het proces en daarna kun je zorgen voor wie je wil zorgen. Was dat ook jouw belangrijkste purpose, reden voor het ondernemen? Zeg maar vertrouwen op het proces? Of was er een andere reden die daar ten grondslag aan lag voor jou? Nou, kijk, aan het begin. Je leven... het leven gaat niet van een leien dakje. Hè? Dus het is... je bent aan het opbouwen. Het is geen chronologische volgorde van... ik heb succes, ik kan voor mijn gezin zorgen... en dan begin ik met kinderen of dan ga ik trouwen. Zo was mijn leven niet ingericht. Ja. Ik een beetje onorthodox en op een gegeven moment voel je de verantwoordelijkheid voor je eigen gezin natuurlijk. Voor je kinderen, voor je vrouw. Maar ook voor je familie. Ja. Ik voelde dat in ieder geval. En als je dat te veel als last en als ballast gaat meenemen, dan kun je niet floreren en niet gebruik maken van je kwaliteiten. Dat is gewoon een onnodige extra druk. Het is goed om het ergens aanwezig te laten zijn, maar niet te laten overheersen. Ja. En op het moment dat ik dat los ging laten... en ging nadenken van waar ben ik nou goed in? Wat vind ik leuk om te doen? Waar krijg ik energie van? Ja, dat was een moment dat zaken ook gewoon veel harder en veel sneller gingen lopen. En ik ook een leuke persoon werd, zeg maar, voor mijn vrouw en voor mijn familie. En dat hoeft niet zo lang te duren. Bij mij heeft het onnodig lang geduurd. Maar dat hoeft niet zo te zijn, dat je daar maar tijdig bewust van bent. Ja, hoe je op een gegeven moment erachter bent gekomen wat je leuk vindt... en hoe je daar op een gegeven moment bent gaan focussen... waardoor je uiteindelijk bent gaan accelereren. Ja. Dat gaan we straks allemaal horen. Als we naar het moment toe gaan werken... waarbij het ondernemerschap een belangrijke rol speelt in je leven. Ja. Dit is de Van Niets naar Iets podcast. Dus we gaan terug naar het nietsmoment. Het moment dat je een jaartje of 8 bent... eigenlijk nog geen kopzorgen hebt... en ook geen onderneming als het goed is... Weet je nog wat je wilde worden op dat moment, Mourad? Ja, wat ik wilde worden is piloot. Mijn vader komt uit de reisbranche, of in ieder geval die heeft daar zijn carrière verbracht. En ja, al vrij snel maakten wij vaak gebruik van het vliegtuig. En liep ik ook met mijn vader rond op Schiphol. Ja. En werd ik daardoor geïnspireerd en leek dat me wel leuk. Mm-hmm. Ja. En hoe is op een gegeven moment die droom vervlogen? Want je bent op dit moment succesvol ondernemer, maar geen piloot. Nee, ja. Wat is daar de reden van dat je uiteindelijk niet... of ben je misschien wel die kant op gaan qua studie? Nee, helemaal niet. Ik heb wel een paar keer in de cockpit mogen zitten en mee mogen vliegen. Ja. Maar ik ben niet die kant op gegaan, omdat ik eigenlijk op een gegeven moment... Ik werd veel meer, naarmate ik ouder werd, ik veel meer getriggerd door mensen die... het heft in eigen handen namen, zeg maar. In de zin van werk, levensvoorziening, inrichting van leven. Daar werd ik door geïnspireerd. En merkte ik ook wel dat ik een competitief mannetje was. En waarschijnlijk nog ben. en dat drijfde mij meer naar de ondernemerschap. Ik was heel onderzoekend en heel nieuwsgierig op bepaalde zaken. Ja. Dat betekent dus dat ik het magisch vond. Ik heb een oom, die is taxichauffeur in Parijs. En ik vond dat gewoon mooi. Dat zo iemand eigenlijk met een lege taxi, lege portemonnee de deur uitgaat. En daar eigenlijk op die dag zijn levensvoorziening gaat binnenhalen. Hè. Dat rauwe vond ik altijd wel, en nog steeds vind ik wel mooi. Ja. En van daaruit start het de zoektocht naar ondernemerschap of naar wie ik ben en wat bij mij past. Ja, dus dat heft in eigen handen nemen, dat zag je ook mooi terugkomen bij die oom van jou in Parijs. Ja. Je hebt ook een tijd in Parijs gewoond. Dat klopt. Dus je hebt daar een hoop kunnen zien. Vervolgens geef je aan, dat heft in eigen handen nemen, dat triggerde mij. Ik ben op een gegeven moment uit gaan zoeken van oké, Wat kan ik daarmee? Wanneer kwam het moment dat je zoiets had van... oké, ik heb nu iets gevonden in je jongere jaren... waar ik iets mee kan, waarbij ik dat heft in eigen hand neem? Hobbymatig of professioneel? Ja, voor mij was het eigenlijk... misschien was het anders dan normaal. Er was niet een specialisatie of een bepaalde topic... of handel of commercie waar ik naar op zoek was. Ik heb denk ik geluk gehad dat ik met een oudere neef van mij... ook uit Parijs... die ondernemer is in het vastgoed. En als ik dan, als we dan op vakantie gingen naar Parijs, dan gingen we vrij vaak naartoe. Ja, dan was ik dagen en avonden, was ik mijn vakantie daar aan het doorbrengen samen met hem. Je vond het echt leuk? Ik vond het echt leuk, waarbij ik zag dat andere mensen om me heen meer vakantie aan het vieren waren of relaxen bijvoorbeeld. Of mijn broers en mijn ouders had ik eigenlijk geen vakantie, want ik raakte daar geïnspireerd. En daar wilde ik alles van weten en ik wilde die dynamiek voelen waarbij ik hem gewoon eigenlijk lastig viel. Zodra ik wakker werd, belde ik naar huis, naar zijn huis om te vragen of hij me kwam ophalen die dag. Ja, en dat is toch wel... iets wat mij mijn hele jeugd, wat ik ben gaan opzoeken als ik op zaterdag met mijn vader meeging. Die werkte voor een luchtvaartmaatschappij en die moest dan wel zaterdag werken. In die tijd werden tickets nog wel aan de balie verkocht. Ja, dan ging ik mee en dan ging ik naast hem zitten. En dan vond ik de commercie, de handel, het faciliteren, wat mijn vader deed. Het helpen van mensen aan een plek en in combinatie met commercie. Ja, vond ik gewoon magisch. Dus dan ging ik hem daarbij helpen. En had ik het gevoel van, het is onze eigen toko die dag. Ja. Maar die luchtvaartmaatschappij is en was niet van mijn vader, jammer genoeg. Maar dat is iets wat ik zelf op ben gaan zoeken. Ja, je was dus heel veel bezig met dit vind ik heel leuk. En het verhaal achter... de onderneming vind ik ook interessant. Vandaar dat je dus vastgeplakt was aan die neef van jou. Maar ook... in die omgeving waar je vader actief was. Je was vooral aan het kijken van hoe werkt het nou? De commercie erachter, je vond het leuk. Dus je was best wel jong bewust van het feit dat je dat leuk vond. Ja. En dat je daar wellicht iets mee wilde gaan doen. Waar de meeste jongeren hun vakantie vierden ergens in Parijs. Misschien wel in Disneyland was jij bezig met die neef van je. Wanneer kwam dat concreet tot uiting? Want op een gegeven moment dan word je wat ouder. Je gaat richting de 15, 16. Ja. Wanneer kwam dat tot uiting in iets wat je deed voor inkomen of misschien hobbymatig? Nou ja, ja, ik organiseerde op jonge leeftijd zaalvoetbaltoernooien samen met vrienden, waar ook zeg maar waar we sponsoren moesten vinden, waarbij we zeg maar de hele organisatie moesten optuigen met om maar een prijzengeld zeg maar prijzengeld bij elkaar te krijgen voor de winnaars, zodat we heel veel inschrijvingen zouden hebben. Ja, op Koninginnedag was ik altijd wel gedreven en wilde ik wel graag verkopen en ik was niet zozeer altijd gevangen door geld of wat ik op die dag verdiende, maar meer het spel van laten lukken en voor vechten. En zien dat je dus van niets iets kunt maken. Ja, dat vond ik wel magisch. Ik zag mezelf destijds niet als... Ik had niet een bepaalde skill of een bepaalde product wat ik in die tijd had ontworpen of had ingekocht en weer ging verkopen. Maar als ik nu terugkijk, was ik wel mijn eigen brein aan het programmeren. Richting ondernemerschap, eigengereidheid, zelfstandigheid, proactief zijn. Ja. Dat is eigenlijk hoe mijn jeugd eruit heeft gezien. En waar ik dus eigenlijk tot op de dag vandaag wel heel veel profijt van heb gehad. En heel veel mensen aan analyseren. Het staat me nog steeds bij hoe mijn vader zijn baan, want het was gewoon een baan, beleefde. Ja, de telefoon bij ons stond rood gloeiend. Ja. Dus hij was in zijn job ook heel ondernemend. Ja. En dat is wel iets wat ik... ook een beetje mee heb gekregen. Wat ik mee heb gekregen, waar mijn moeder ook gek van werd. Ja, waarom geef je privé-telefoonnummers? Hij was heel faciliterend, heel ondernemend. Ook een stukje commercieel, maar ook heel faciliterend daarin. En dat vond ik altijd mooi. En daar kreeg ik wel energie van. Je vond het heel leuk. Ja, ik vond dat heel leuk. En zeker inderdaad het spelletje van het gewoon laten lukken. Ja. Dus je gaf ook aan, mijn belangrijkste drijfveer was niet per se op Koningsdag, of Koningendag toen de tijd nog, het geld aan het eind van de dag. Maar je vond het leuker als je matje leeg was en dat je daar heel veel mensen blij mee hebt gemaakt. Ja, en eigenlijk dat je zeg maar tot op een zekere hoogte zelfvoorzienend zou kunnen worden. Ja. Ja, met een dagje verkopen op Koningsdag ben je dat nog niet. Nee. Maar Maar je krijgt wel door, je hebt op een gegeven moment wel door dat het werkt, dat je het voor elkaar kan krijgen. Ja. Maakt niet uit in welke vorm. Dus dat ideaalbeeld wat je zag bij die oom van jou in de taxi of bij die neef van jou inderdaad met het vastgoed. Je begon steeds meer een beeld te vormen van... hey, dat is misschien ook wel iets waar ik naartoe kan werken. Ja, zeker. Die misschien... kun je wel loslaten. Ik was daar wel zeker van. Ik heb 1 keer een baan gehad, een echte corporate baan gehad. En dat was ook mijn eerste baan bij de ABN AMRO. Ja. Dat heb ik netjes een jaartje volgehouden. En toen wist ik het zeker van weet je, dat die gebaande paden en het lopen in een vast patroon, wat door anderen gecreëerd is in een omgeving waar je weinig impact kunt hebben. Ja, dat is niet voor mij weggelegd, want dat Ik was de jaren toen al aan het tellen. Ja. Ik heb dat netjes in jaren volgehouden. Als jij iets bedenkt, wil je het liefst de volgende dag geregeld hebben. Bij wijze van wel. Of misschien meteen. Je wil wel een beetje... Kijk, on the edge klinkt heel zwaar en heel Amerikaans. Maar je wil wel een beetje gevoel hebben van... er valt ook iets te verliezen. Zeker ook iets te winnen. Ja. Je kan wel impact maken op iemands leven... of op je eigen situatie... of op de situatie van je bedrijf. Ja, en dat risicovolle... dat kik je op, het spelletje. Ja, dat vind ik wel... dat hoor je eigenlijk bij alle ondernemers die hier inderdaad komen. Die maken het verschil door inderdaad hetgeen wat ze doen... en niet per se focussen op het geld. En dat is ook de manier om het verschil te maken. Klopt. Gaan we nog heel even terug, want je had het al over de eerste corporate baan... die je had inderdaad bij ABN. Gaan we nog een heel klein stukje terugspoelen. Ja, want er zijn heel veel jonge mensen die kijken of luisteren. En ik wilde een vraag stellen die... misschien relevant is voor de jongeren. Op een gegeven moment weet je wat je kan. Je laat het ook zien in de praktijk. Je voelt het. Maar hoe vertaal je dat op een gegeven moment naar je studie? Dat zijn heel veel jonge mensen die ook moeten studeren. Ja. Heb je toen meteen een studie gedaan of ben je aan het werk gegaan? Nou, ik heb een studie gedaan. Ik heb marketing management gedaan. Ja. En eigenlijk weet ik niet of ik wat dat betreft een voorbeeld ben voor de jeugd. Ik vond mijn hele schoolperiode... ja, hoe moet ik zeggen? Ik werd daar niet echt door getriggerd. En eigenlijk, als ik terugkijk, had ik daar gewoon veel meer rust in moeten bewaren en het proces moeten vertrouwen. Maar op het moment dat ik op de lagere school zat, op de middelbare school en op de hogere school / universiteit, hoe je het ook wil noemen, waar ook heel veel jongeren nu hun opleiding... Ja, die tijd vond ik niet zo spannend. Je hebt je tijd gewoon uitgezeten. Ik heb de tijd echt uitgezeten en ik kan nog, zeg maar, ik kon goed leren. Maar ik maakte daar weinig gebruik van, omdat ik de spanning gewoon niet voelde. Dat proces duurde voor mij zo lang en dat voelde ik al op een vrij jonge leeftijd. Ja, waardoor ook, zeg maar, je door je omgeving niet begrepen wordt. Of als je wel eens met vrienden over een bepaalde toekomstbeeld hebt. Dat ze je aankijken van, hey, waar heb je het eigenlijk over? Weet je, we zijn hier niet in Amerika, je bent geen Steve Jobs. En ook niet dat ik zulke grote dromen had, maar voor een Almeerse jongen... Ja, eigenlijk wel. En dan word je niet begrepen. Of dat denken je ouders, moeilijk mannetje. Ja, er waren weinig mensen die je begrepen? Nou ja, ik denk dat mijn ouders mij op een gegeven moment wel hebben begrepen. En die hebben ook, zeg maar, toen op het juiste ingezet. En dat is vertrouwen geven. En ervoor zorgen dat dat alles mogelijk is. Ja. Dat hebben ze wel redelijk snel begrepen. Maar ik zelf... Ja, als ik terugkijk, had ik wat meer het proces moeten vertrouwen. Maar hoe kan dat op die leeftijd? Hè? Ja, als je, zeg maar, nu terug zou spoelen naar dat moment... Zou je dan bijvoorbeeld hebben gezegd van... Oké, ik doe de middelbare school, want dat is verplicht. Je leerplicht, tot en met 18 jaar. Was je dan eerder voor het ondernemerschap gegaan... en had je dan meer vertrouwd op dat goede gevoel wat je had bij, zeg maar, het verschil maken? Of had je alsnog voor die studie gekozen? Nee, ik had alsnog voor die studie gekozen... en misschien nog wel nog veel verder doorgestudeerd. Wat op een gegeven moment, kijk, van studie naar ondernemerschap, daar kan best wel is wat tussen zitten aan tijd. Ja. Hè, waardoor je, wat best wel een moeilijke fase, in ieder geval in mijn leven was, van wat ga ik doen? Hoe ga ik nou die wens die ik heb tot uiting brengen? Ja, ik bracht hem op een gegeven moment tot uiting door een corporate baan aan te nemen bij de ABN AMRO. Ja, dat was voor mij niet de juiste stap. Dat had ik liever... veel meer plezier gehaald uit mijn studietijd... en misschien nog een opleiding daaraan vastgeplakt. En dat ik eigenlijk twee paden zou bewandelen. Enerzijds van het nog zwaarder theoretisch kader... in combinatie met hetgene wat ik eigenlijk al aan het doen was... mezelf voorprogrammeren op ondernemerschap... of in ieder geval werken in een hele ondernemende setting. Ja, je was ergens naartoe aan het werken. En dan had je meer willen inzetten op jezelf, daar meer op voorbereiden. Zeker, want ik denk dat ondernemerschap en zo'n persoonlijkheid hebben... dat theoretische kader heb ik best wel genoten. Ik heb ook, zeg maar, na mijn studie nog wel... Nyenrode, Business University heb ik gedaan. Dus ik heb dat wel, zeg maar, toegevoegd. Alleen die gouden combinatie is ook echt een gouden combinatie. Maar dan moet je wel tijdig weten of iemand hebben die jou daarop wijst. Dus wat ik aan de jeugd zou meer willen meegeven... of de mensen die willen ondernemen. Onderschat het theoretisch kader van studeren niet. Van finance begrijpen, van marketing begrijpen. En de combinatie... van verschillende factoren, hoe dat zeg maar jouw idee kan staven. Dat kan heel veel voor je organisatie betekenen en eigenlijk je succes versnellen. Ja. En ook je succes of hetgene wat je hebt ook verzekeren. Ja. Ja, en daar ben, met een volle rugtas kun je je eindbestemming van succesvol ondernemen sneller en makkelijker bereiken, zeg je eigenlijk. En veiliger. Zeker. En veiliger, ja. Op een gegeven moment gaf je het aan, ben je aan het werk... binnen de corporate, ABN AMRO, komt er al snel achter, dat is niks voor mij. Ja. Het duurt allemaal veel te lang. En de kaders waarin we moeten werken zijn allemaal te beperkt voor het ruime denkvermogen wat ik heb. Ja. Hoe gaat je journey op een gegeven moment verder? Ja. Want volgens mij heb je ook nog bij SThree gewerkt. Ja, ik heb bij SThree gezeten en daartussen heb ik een korte tijd bij een detacheringsorganisatie gezeten. Mm-hmm. Toen merkte ik wel van startte ik als accountmanager. Toen merkte ik wel van, en eigenlijk was dat wel een schot in de roos, de organisatie niet. Maar toen dacht ik wel van, hey, commercie ligt mij in combinatie met mensen werken, Oprecht zijn met mensen, mensen groei faciliteren. Dus in een detachering ben je enerzijds commercieel bezig om projecten te scoren voor de mensen die je in dienst hebt of onder je hoede hebt. Je moet met managers kunnen linken, je moet professionals dichtbij kunnen houden. Ja. Toen dacht ik wel van ja, die combinatie van mensen en commercie en toch ook een stuk faciliterend kunnen zijn in de zakelijke dienstverlening. Gewoon vriendelijk en eerlijk oprecht zijn voor mensen en mensen echt verder wil helpen. Ja, die combinatie ligt mij heel goed. Toen ben ik daarna bij SThree gestart als junior consultant, een Engelse organisatie. En dat was wel sales op commercie op anabolen, zeg maar. Ja, ik ken het bedrijf nog uit de jaren dat ik een beetje in de bedrijfswereld actief was. Ja. Ik heb ook wel eens daarin een kijkje in de keuken genomen. Maar dat is inderdaad echt een heel commercieel bedrijf. Ja, dat is echt heel commercieel bedrijf. Waarbij hoe je eruit ziet, wie je bent, hoe aardig je bent, hoe onaardig je bent. Het maakt bij hun allemaal niet uit. Als je maar presteert en als je niet presteert, lig je eruit. En eigenlijk merk ik toen van, dit ligt mij goed. Ik ben stressbestendig. Je moest het ook gewoon zelf uitzoeken. Ik was in staat om een businessmodel, een proces neer te leggen wat heel goed werkte. Junior consultant binnen de werving- en selectiemarkt. En op een gegeven moment merkte ik ook dat ik in staat was om mensen dat proces goed uit te leggen. En ook ervoor te zorgen dat ook niet de verschrikkelijke harde salesmensen ook bij mij in mijn team, op een gegeven moment werd ik teamleider, daar ook succesvol konden worden. Ja, en dat heb ik zo'n 5-6 jaar gedaan. Ja. En toen dacht je, hey, dit werkt ook. Waarom zou ik dit niet voor mezelf gaan doen? Nou ja, enerzijds wel, anderzijds niet. Ik kwam toen wel in een... Progressive / SThree groep was een hardgroeiende organisatie. En die waren zeg maar de wereld aan het veroveren. Ja. En die gingen inzetten op een kantoor in het Midden-Oosten in Dubai. En daar had ik wel oren naar. En gesprek over gevoerd. De mogelijkheid bestond om die kant op te gaan. Je zag jezelf daar wel leven? Ik zag mezelf daar wel leven. Ja, het was nog aan de beginfase, besproken met mijn vrouw, maar nog niet in diepte, tot ik op een gegeven moment mijn compagnon tegenkwam. Je huidige compagnon? Nee, mijn compagnon van toen. Die is in 2019 is hij daarmee gestopt. En die was een bedrijf begonnen wat niet goed liep, waar die wat anders mee wilde. En ik nam hem eigenlijk mee, of we voerden gesprekken over van... Hey, ik liet hem zien hoe wij dat bij Progressive deden. Hoe wij in een hele korte tijd heel hard hebben kunnen schalen. Meer met het idee om hem te helpen en te inspireren. Ik ben meer planmatig dan hij is. Dus het werd, ik zag het meer als mijn plan zeg maar, ontwikkelen. Mijn businessplan. Van daaruit, eigenlijk lang verhaal kort, zijn we samen Your Professionals 2.0 gestart. En ben ik dat plan gaan uitvoeren. En nu 12 jaar later zit ik hier. Ja, ja, mooi, mooi. Gaan we toch nog even inzoomen op dat beginstuk. Ja. Inderdaad, het gaat nu supergoed. Wat ik zei in de introductie, jullie werken samen met zo'n 175 professionals. Klopt. Hebben 25 mensen intern op de loonlijn staan. Heel goed. Maar je begint inderdaad met een... wankelend bedrijf. Je maakt er een 2.0 variant van met alle ervaring die je hebt. Die hele rugtas vol aan kennis en de studie die je hebt gedaan. Wat heb je op een gegeven moment toegevoegd waardoor Your Professionals wel een succesvol en winstgevend bedrijf is geworden in 2012? Ja, kijk, wat ik nog wel wil vertellen is, toen ik begon, toen stond er niks. Ja. In de tussentijd ga je plan maken. Dus er was ook geen plan. Je gaat een businessplan maken. Je gaat nadenken over waar werken we naartoe? Ik ben een fan van Covey. Dus dan ga je een beetje het einde... het beginnen met het einde voor ogen. Het beginnen met het einde voor ogen. En, beginning with the end in mind, volgens mij toch? In het Engels. Ja. Ik zeg het je niet na. Ik zeg het in het Nederlands. Nee, maar dat is wel iets waar je mee begint. Waar leidt deze journey naartoe? En soms is dat, lijkt dat te groot. En dan denk je van, doe maar niet zo gek. Maar dat had ik wel altijd heel scherp. Van waar willen we stip naartoe? Op de horizon. Stip op de horizon heel scherp stellen. Ja. En dat van daaruit terug te bouwen naar waar je nu staat. Dan hebben we het over werkprocessen in regelen. Standaarden creëren, patronen creëren. En dat staven met weekplanningen, met dagplanningen. Ja. En daar gewoon heel strak op te managen. En de executie is key in combinatie met alles wat je daarin bedenkt. En dat was dus voor onszelf, voor mij en mijn compagnon. Voor hem was dat ook raar om hem in mijn processen te trekken. Maar ik wist dat het werkte, want ik had dat 5, 6 jaar al gedaan. En succesvol daarin geweest. Ja. Hebben jullie nog ergens op gefocust? Want als je aan het begin staat van de ondernemersjourney en je wil een onderneming goed op de kaart zetten, ja, dan moet je waarschijnlijk ergens op een bepaalde groep of markt in dat verhaal focussen. Hoe hebben jullie dat aangepakt? Ja, mijn compagnon was dus binnen het stuk detachering / werving en selectie. We hadden een hybride model gebouwd. We zeiden tegen elkaar we gaan eerst gewoon de markt veroveren binnen een aantal industrieën. Mm-hmm. En dan maakt het niet uit. We zijn niet als detacheerde begonnen. De vraag van de klant stond centraal. En daar gingen we dus dan professionals bij zoeken die we op werving en selectie plaatsten. Of een ZZP'er of een interimmer. Hij was goed in finance, ik was goed in IT, een software development markt. En dat zijn we toen gaan... eigenlijk als junior consultant, zelf als consultant, zijn we die markten gaan uitvoeren. Ik zag onszelf niet als directeur. Ik zag onszelf gewoon de key-functie bekleden, waarmee je dus markt wint, omzet genereert. Dat is wel heel belangrijk om dat voor ogen te hebben. En dat is ook wel lastig. Hè? Want ik had een bepaalde positie. Ik was business manager bij Progressive. Verantwoordelijkheid droeg ik voor een aantal consultants. Ja, en dan moet je helemaal terug naar de basis. En voor hem hetzelfde. Hij voelde zich eigenlijk daar te senior voor. En eigenlijk was ik dat ook. Maar we hebben dat gewoon gedaan. En eigenlijk heel lang gedaan. Waarin we een hele lange tijd zelf nog omzet genereren. En zelf de deals deden in combinatie met mensen aannemen, trainen, het bedrijf leiden. Toch het businessplan scherp proberen te houden. En daarna acteren. En het is gewoon een hele zware, moeilijke tijd geweest. Ja, bouwen. Ja, zeker. Maar van administratie, finance, daarmee bemoeien, personeelsbeleid, mensen werven, aannemen voor intern. Ja, en dan ben je er nog niet. Dan moet je mensen begeleiden, dan moet je mensen helpen, dan moet je de juiste markt uitkiezen. Maar de schoorsteen moet ook blijven roken. Dus je moet zelf ook nog gewoon je omzet draaien. Dus ja. In de dienstverlening waar ik in zit, is dat wel een complex gebeuren. Want we hebben geen e-commerce omgeving. Of in die tijd al helemaal niet. Hè. En die middelen hadden we ook niet. Nu heb je marketing wat bepaalde componenten van je werk uit handen kan nemen. Maar toen de tijd was dat niet. Dus dat was gewoon in 13 sloten tegelijk. Ja, jullie zijn keihard aan het bouwen. Wat was het belangrijkste verschil als je kijkt naar jullie dienstverlening? Dus jullie waren aan het focussen op finance en IT. Ja. Allebei een eigen domein waar jullie goed in waren. Ja. En als je dan vergelijkt bijvoorbeeld met zo'n SThree Progressive. Wat was dan voor jullie... hoe onderscheiden jullie ten opzichte van die gevestigde partij die keihard aan het groeien was? Kijk, een heel belangrijk onderdeel of een heel belangrijk aspect is dat het ons eigen bedrijf was. Het is niet zozeer dat... als er misschien één technisch aspect is dat bij hun is het werving en selectie of freelance. Ja, bij ons hadden we een hybride model dat we de klant konden servicen hoe we dat zelf wilden. Jullie waren wat flexibeler. Wij waren wat flexibeler. Want daarnaast was het ons eigen bedrijf. En ik denk dat onze interne strijd daarmee... onze interne strijd, ik bedoel... Kijk, de strijd die je voert, en zie ik, als je zo klein bent, zie ik niet zozeer in dat die buiten gewonnen moet worden, maar meer intern. Je moet er meer intern winnen met jezelf, met je collega's, iedereen bewegen om de juiste dingen te doen en ook constant de juiste dingen te doen. En dat is het moeilijkste in plaats van dat wij het winnen van de concurrenten. Want we waren zo klein, dus ons succes was wel snel behaald, maar wel moeilijk te behalen, omdat... Ja, als je daar met twee man in een paardenkop zitten met drie mensen. En je komt, je hebt jarenlang op Zuidas gewerkt, volle kantoren. Is dat wel... Verschil en heel rauw en heel moeilijk om die concentratie vast te houden. Ja, en om... Sorry. En ook voor mensen. Hè, ik deed IT, mijn collega deed finance. Er kwam vrij snel een nieuwe collega bij die engineering deed. Meer de technische markt. Ja, die werkt dan met twee hele gretige ondernemers. En hij in loondienst. En ja, om met dat soort mensen te werken, ja, dat is vrij moeilijk. En ook om dat goed in het gereel te houden. Dat zo iemand niet blokkeert of niet... niet gouden handdoek in de ring gooit. Ja, dat is wel heel belangrijk om dat goed te managen. Ja, want hoe maak je die transitie dan naar inderdaad zelf veel doen, naar het bouwen van een goed team, waardoor je intern alles beter voor elkaar krijgt, zodat je extern beter presteert? Ja, dat is toch heel lang eigenlijk, en misschien ook wel te lang, maar heel lang hebben we dezelfde type mensen aangenomen. Dus we hebben één model gecreëerd van een werkproces in bepaalde markten. En dat zijn we langzaam gaan uitbouwen, ons focus was dat soortzelfde type mensen die hetzelfde werk deden als wij, hun leren wat wij goed onder de knie hadden, wat ik zeg maar goed onder de knie had. Ja, dat is wat ik gewoon heel lang heb gedaan. Eigenlijk dus kopieën van jezelf en je compagnon creëren. Ja, zeker. En vooral van mezelf, omdat dat dicht bij mij ligt en het ligt mij goed om mensen, zeg maar, op te leiden, te begeleiden, rust te laten bewaren. Ook in tijden waar het niet lukt of in maanden dat het niet lukt. Toch wel het proces te laten vertrouwen. En gewoon een plezierige werksfeer creëren. En toch wel in een harde commerciële business. Ik denk dat wel... Dat creëert ook een stukje rust bij de mensen die dan bij je werken. Ten opzichte van wat er bij de con-collega's gebeurt. Klopt. Op een gegeven moment bouw je dat team... vanuit die filosofie, het faciliteren van groei, een stukje overzicht houden. Wanneer komt het moment dat jullie keihard aan het groeien zijn en dat het bedrijf goed winstgevend wordt? En wat lag daaraan ten grondslag? Ik denk eigenlijk in het eerste jaar dat ik startte, dat we al een goede winst maakten. En eigenlijk is die winst ieder jaar gaan groeien. Minimaal wel gaan verdubbelen. Dus het model wat we hadden, dat werkt. Dat werkte voor ons. En dat werkte ook voor de mensen die bij ons werkten. Dus dat betekent dat we ieder jaar wel groei hebben kunnen realiseren. Nou, dus het businessmodel werkte goed. Ben je uiteindelijk op een gegeven moment zo hard gaan groeien... dat er op een gegeven moment een omslagpunt kwam... waarbij je zoiets had van we verdubbelen in één keer in het team... dat we van 20 naar... 40, ik roep maar wat. Hè? Ik ben eigenlijk een beetje op zoek naar dat omslagpunt. Ja, en hoe je daar bent gekomen, wat je ervan hebt geleerd. Ja, kijk, hetgene waar wij niet bang voor waren... was gewoon de winst of het geld dat wij verdienden... gelijk door te investeren in onze club. Als wij voelden... We wachten niet het jaar af om door te investeren. Als wij voelden dat we... Als wij zagen dat de omzet en de cijfers opliepen... dan begonnen we met een nieuwe markt. En een nieuwe consultant, een interne collega aannemen... waardoor we binnen 3-4 jaar naar ongeveer... ik denk 30-35 interne mensen groeiden. Ja, niet bang zijn om te investeren. Niet bang zijn om te investeren. En eigenlijk hebben we nooit afgeremd... en altijd keihard het gas daarin ingedrukt. Maar wel onderbouwd vanuit een bepaald plan... en een bepaalde... patroon van werken. Dus dat betekent dat we... dat model voor ons werkt... en dat je ook ziet dat je... van honderdduizenden euro's omzet... eigenlijk naar een miljoenen omzet kunt groeien. In 2017... deden we 8-9 miljoen omzet. Dus in 5 jaar... Hebben we dat eigenlijk kunnen realiseren. En in die 5 jaar hebben we verschillende markten kunnen opbouwen. Ja. En nieuwe markten kunnen opbouwen. We doen IT, we doen finance. We doen data en business intelligence. Banking, engineering. En dat hebben we in die 5 jaar kunnen realiseren. Tot het moment dat succes op is gevallen bij een beursgenoteerd bedrijf... en dat die zich eigenlijk heeft ingekocht bij ons. Ja, mooie volgende stap. Houd die nog even vast. Dat inkoop inderdaad door de externe partij. Ik ben nog even benieuwd. Je zegt, we waren niet bang om het geld wat we verdienen te herinvesteren in groei. Is er ook nog een keer een moment geweest of een jaar waarbij jullie het geld opnieuw hebben geïnvesteerd in iets wat niet lukte? En wat, dan ben ik vooral benieuwd, wat heb je daarvan geleerd? Ja, kijk, ja, zeker. De markt... Kijk, we zijn nu met 5 markten. In 5 markten actief. Intussen tijd zijn we ook andere markten gestart. Of zijn er ook collega's bij ons gestart. Waarbij we vergaat om op onze DNA te letten. Dus, dus wij wisten wat er bij ons paste. Wat er bij mij paste. Wat tot succes kon leiden. Maar we hebben in de tussentijd, doordat je denkt dat je de wereld aan kunt... En ja, alles gaat goed. Alles gaat goed. Denk je ook echt dat alles en iedereen die je aanneemt... past in jouw model, jou leuk vindt. Alles in goud verandert. Ja, zegt en ook ja, gaat doen. Dus dan ben je daar niet meer zo gefocust op. Dus ja... ja, ik zie die mensen niet echt als investeringen... maar daar hebben we ook best wel... veel geld aan verloren. En ook dat je zeg maar denkt van... hey, we verdienen... we hebben een goede omzet. Het is stabiel. Maar dat het je eigenlijk vergeet door te selecteren in je interne club. Ja. En dat je dus eigenlijk te lang vasthoudt aan mensen die... ja, het DNA vertroebelen of het werkplezier in de weg zitten. Of... Hoe kun je dat voorkomen? Ja, is dat überhaupt te voorkomen? Ja, dat is wel te voorkomen, zeker. Kijk, hetgene wat ik eigenlijk verkeerd heb gedaan... of wat ik beter had kunnen doen... is eerder uit het bedrijf stappen of uit de operatie stappen... en meer aan mijn bedrijf gaan werken. In plaats van in je bedrijf? In plaats van in mijn bedrijf. Ja, dan had je dat eerder gezien, bedoel je? Ja, dat ik dat eerder gezien. En dan, dan krijg je een strakker personeelsbeleid... of dan ga je met budgetten werken. Ja, dat deden wij niet. Mooi leermoment, ook voor de kijkers of luisteraars. Van inderdaad, ga aan je bedrijf werken op het moment dat het kan... in plaats van in je bedrijf. Zodat je die helikopterview hebt en zeker, maar eigenlijk zien. Vanaf minuut 1. En je moet, dat advies wil ik ook iedereen geven... is vanaf minuut 1 een bepaald gedeelte van je tijd... Hè, zeg maar 75% echt zwaar of 80% echt zwaar in executie te zitten... en 20% van je tijd. Of een halve dag in de week... aan je bedrijf te werken, dus cijfers te analyseren... je marketing te analyseren, je producten te analyseren... of je dienstverlening te analyseren, je interne team te analyseren... om gewoon daarin die helikopterview te creëren. Dat hebben wij niet gedaan. Ja, mooi leermoment. Ja. Op een gegeven moment groeit je bedrijf enorm... door het faciliteren van groei, je pakt het anders aan... en inderdaad, op een gegeven moment klopt die externe partij bij jullie aan... van hey, we zien dat jullie lekker gaan... Klopt. Ik denk dat het tijd wordt om te gaan praten. Zij wilden jullie overnemen. Hoe is dat gegaan? Ja, kijk, het is ook nog goed om te zeggen... van in die 5 jaar hè, tot die overname... hadden we een ander model dan we nu hebben. Mm-hmm. Kijk, zo meteen wel wat meer over vertellen. Dus in de tussentijd is het bedrijf ook een paar keer... hebben ook een paar keer een andere koers gevoerd. En vooral na 2017, waardoor ik toch wel zag... dat ik meer aan mijn bedrijf moest werken... hebben we tijdig kunnen schakelen naar nieuwe markten. Of naar nieuwe proposities. In die 5 jaar tot aan verkoop waren voornamelijk aanvraaggericht en opdrachtgericht. Ja, na de overname, laten we zeggen een jaar of 1,5 jaar na de overname... toen mijn compagnon ermee stopte. Toen ben ik het model gaan ombouwen naar volledig werkgeverschap... en volledig het faciliteren van groei met eigen professionals en eigen medewerkers. Dus iedereen nu is ook gewoon bij ons in dienst. En destijds plaatsten wij mensen op werving en selectie... of veel met zzp'ers of tijdelijke contracten alleen voor dat project. Maar nu komen ze echt binnen, specialisatie binnen. Ja, en daardoor is het allemaal beter gaan werken. Ja, klopt. En waarom is dat dan zo? Dat het beter werkt op het moment dat je propositie als volledig werkgeverschap neerzet en die groei faciliteert? Ja, kijk, het werkt in ieder geval voor mij beter, want mijn purpose, hetgene wat ik leuk vind, zit in het nieuwe Your Professionals. Ja. Dat zit in het faciliteren van groei, de professionals een community bouwen, voor de professionals een community bouwen en daar onderdeel van te laten zijn. Waarbij we met elkaar sporten, leuke evenementen hebben, maar ook leren, ontwikkelen. Dat vind ik dat is mijn purpose. Als je ziet dat mensen groeien, zich ontwikkelen onder jouw vleugels, binnen jouw bedrijf, ja, daar voeg je echt waarde toe aan, Dus niet alleen hun leven en carrière. Ja, niet alleen jij kreeg meer plezier in het werk wat je deed als ondernemer, maar ook de mensen met wie je samenwerkt in het bedrijf. Ja, zeker. En ja, daardoor zeker. Ga je meer accelereren als het ware. Ja, in ieder geval kon ik accelereren en kon ik doen wat ik graag wil doen. En nu nog even terug naar de fusie met die andere partij. Ja. Hoe is dat gegaan? Want uiteindelijk, ik zal niet te veel weggeven. Ik geef jou het woord. Ja, hoe is dat gegaan? Ja, hoe is dat gegaan? Bedoel je dan van hoe zo'n partij die klopt aan, die zegt van hey Mourad, jullie zijn supergoed bezig met Young Professionals, neem ik dan even aan. Ja. Waarom kloppen ze aan en wat is het idee? Waarom willen ze de overname doen? Waarom zeg jij ja? Ja, kijk, ze kloppen aan omdat zij, het is een beursgenoteerde groep. Die zelf een bepaalde grootte had en heeft. En die door autonome groei niet meer de groei kan maken. Dus zij zijn op zoek naar partijen die ze vanuit een investeerder oogpunt kunnen kopen. Zodat ze wel de groei blijven doorzetten. Ja, en hoe dat destijds is gegaan, volgens mij kennen wij een gezamenlijke kennis. Kennen wij dus, en die heeft ons aan elkaar gekoppeld en dan starten de gesprekken. En dan realiseer je ook dat je iets weg moet geven van je bedrijf. Ze hebben dat grootste percentage in aandelen hebben. Ja, en waarom vraag is waarom besluit je dat dan te doen? Ja, enerzijds denk je toch van, ik koop daar een stuk veiligheid mee. Hè? Dus een beetje cashen. Dat het geld eigenlijk altijd in je bedrijf zit en nu kon je het eruit halen. En anderzijds dacht ik, het is voor mij ook wel een mooi moment om... zij zitten vol in de detachering. In die tijd hadden wij een hybride model. En ik dacht van, dat is wel een moment om te gaan schakelen naar meer detachering en werkgeverschap. En echt alleen maar met professionals te werken die voor ons kiezen en bij ons in dienst komen. Dus ik vond dat eigenlijk nog wel interessanter dan het op dat moment cashen. Ja, je zag de schaalvoordelen. Klopt. En de kansen. Ja, zeker. Want ik dacht wel van, als wij zelf doorgaan, kunnen we eigenlijk op een gegeven moment nog harder cashen. Maar ik dacht van we kunnen van die organisatie ook wel veel leren. Ze hadden wat grotere contracten, raamovereenkomsten. En als je veel raamovereenkomsten en contracten hebt, kun je ook wat meer risico's nemen. En om zodoende zeg maar samen de groei te gaan voortzetten. Ja, ga je dat huwelijk aan? En dan zeggen zij, hey jongens, jullie zijn een voorbeeld voor de rest van de club. Jullie zijn heel progressief, actief. Sales-minded. Hou vooral vast wat jullie doen en ga niet switchen naar een ander model. Terwijl jij iets anders in gedachten hebt. En dat, dat moet je goed managen. Want uiteindelijk zijn het investeerders. En die investeren en die willen daar minimaal dat het waarde zeg maar vasthoudt. En en dan begint een beetje een corporate spel. Wat gewoon heel lastig is. En na een jaar stopt ook mijn compagnon ermee. Die zegt op een gegeven moment van dit is niet meer voor mij. De omgeving is niet wat ik, wat ik nu nog ambieer voor de komende jaren. En toen dacht ik van ik ga eigenlijk toch het model aan de achterkant, zonder dat iemand het ziet, ga ik volledig ombouwen naar werkgeverschap. We hadden toen ongeveer 80 projecten lopen. En ervoor ik heb er toen voor gezorgd dat we eigenlijk de markten nog strakker zijn gaan definiëren. En eigenlijk heel veel risico genomen, zonder dat zij dat eigenlijk door hadden. Door alleen maar te gaan investeren in vaste medewerkers. En toen zijn we eigenlijk in anderhalf jaar naar 225 eigen medewerkers gegroeid. Zo, dat is flink. En ook in een model... wat anders was dan daarvoor. En dus we zijn development coaches gaan aannemen, ander type sales, een heel andere interne team. Eerst was het volledig commercieel en sales driven. En nu was het mensen met een HR-opleiding of achtergrond. Mensen die verstand hadden en hebben van learning and development. Dus eigenlijk een heel ander bedrijf gaan creëren. Wauw. Dat doe je dan achter de schermen. Op een gegeven moment komt de investeerder erachter. Hoe hebben ze op een gegeven moment gereageerd? En hoe is uiteindelijk dat huwelijk verlopen? Ja, dat huwelijk is fantastisch verlopen. Doordat je, als je op een gegeven moment laat zien dat je kunt groeien... en ook groei kunt verzilveren in meer winst en meer omzet... Dan vinden ze het prima. Ja. Maar op een gegeven moment stoppen ook de oud-investeerders... of eigenaren van die beursgenoteerde... of aandeelhouders van die beursgenoteerde bedrijven... die ook CEO waren... stoppen ermee en die verkopen de club aan een investeringsmaatschappij... Mm-hmm. Waardoor ik ook mijn laatste aandelen verkoop, meeverkoop aan die nieuwe investeringsmaatschappij. Ja, wat weer een nieuwe situatie creëert. Ja. En hoe ging jij met die situatie om? Was je tevreden? Was je niet tevreden? Want uiteindelijk heb je Your Professionals teruggekocht. Ja. Om even maar een beetje te spoilen. Klopt. Hoe ging dat? Nou ja, kijk, als eerst hadden we een investeringsmaatschappij die uit onze dienstverlening kwam. Ja, en dat is een investeringsmaatschappij die het snapt. Die nog toegevoegde waarde kan hebben op het vlak van je business. Nieuwe investeringsmaatschappij was dat niet. Die kocht verschillende organisaties op binnen ons werkveld en maakt daar een grote groep van. Met het idee om die grote groep weer door te verkopen voor meer winst. Nou, zo werkt dat in die wereld. In die tijd was ik verantwoordelijk voor verschillende units binnen de groep waar ik onderdeel van was. Ik was verantwoordelijk voor Your Professionals, maar ook een aantal andere labels binnen de groep. Dus hoe dat succes uitpakte, eigenlijk vrij goed. Want ze zagen dat wij als Your Professionals goed waren in die markt, waardoor ik ook andere units kon begeleiden. Maar dan komt de investeringsmaatschappij erbij. Ja, dan is dat toch wel nu of nooit. Toen dacht ik van, anders kom ik nooit uit die gouden kooi. Ja. Ik moet nu iets teweeg brengen. Ik kom met die nieuwe groep mee investeren. In de nieuwe setting om die weer naar de volgende eigenaar te brengen. Toen dacht ik ga dat niet doen. Lang vaak kort, ik heb opgezegd. Toen ontstond de mogelijkheid eigenlijk om Your Professionals terug te kopen. Zij dachten, als jij wegstapt bij Your Professionals, wat blijft er dan over? Je bent goed met je interne mensen, de professionals. Als jij wegstapt, dan stappen waarschijnlijk heel veel mensen weg. Wat dus eigenlijk een waardevermindering teweeg gaat brengen van Your Professionals. Ja, wil je Your Professionals niet zelf terugkopen? Had je daardoor een betere onderhandelingspositie? Omdat jij zo verbonden was aan dat bedrijf? Waardoor je het bedrijf wat goedkoper over kon nemen dan de marktwaarde, zeg maar? Ja, zeker. Ja, mooi. Ja, zeker. Dus ik geloof wel dat je altijd een deal moet sluiten die goed is voor beide partijen. Dus die was voor hun ook goed. Win-win, om even in Stephen Covey termen te blijven. Zeker, maar hij was voor ons wel en voor mij wel heel gunstig. Oké. Ja. Nou, dan neem je de token over en dan kun je volledig vanaf nul beginnen. In ieder geval niet vanaf nul, want je hebt het hele bedrijf natuurlijk zelf opgebouwd. Maar dan heb je in ieder geval geen investeerders waar je verantwoording aan moet afleggen. Klopt. In welk jaar heb je het bedrijf teruggekocht? Ik heb het in eind 22 teruggekocht. Oh, dat is niet zo heel lang geleden. Nee. Nou, en wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen 2 jaar die jullie mee hebben gemaakt als Your Professional? Kijk, het moeilijke, er zitten ook wel hele moeilijke aspecten in zo'n traject. Dat is eigenlijk dat aan het begin is het allemaal Hosanna. En denk ik, ik krijg mijn bedrijf terug. Ik kan bezig aan de slag gaan met datgene wat ik leuk vind en waar ik goed in ben. Maar als jij en zonder nog heel scherp zicht te hebben op alle zaken die er dan op je bordje terechtkomen. Dus dan moet je de finance weer zelf gaan doen. Contacten met de bank, belastingdienst, et cetera. En dat is toch wel een hele zware dobber geweest. Het inrichten van de back-office. Die lijken in de kast. Of waren die er niet? Op zich viel dat wel op dat aspect. Hè? Dus ik had dat niet zo verwacht. Dus dat was voor mij wel een lijk als je dat zo wil stellen. Ja, dat is toch wel een heel moeilijke tijd geweest. En daar komen we nu, uit. Waardoor je gewoon niet kunt focussen op hetgene wat je... 100% kunt focussen op hetgene wat je leuk vindt. En waar je ook gewoon... Waar ik vind dat ik goed in ben. En waar ik plezier uit haal. Ja, dan moet je met andere zaken bezig gaan houden. Ja, en dat is moeilijk. Daarnaast moesten we ook nog een gedeelte van onze professionals achterlaten bij de groep. Waardoor je toch een heel stuk daalt aan professionals. Dus toen we het overnamen, toen hadden we ongeveer 110 professionals. We kwamen van 225 professionals af. Dus dat is ook wel een beetje een wankel aantal. Hè? Als er maar iets gebeurt in de economie of een aantal grote klanten trekken hun projecten terug, ja, dan kun je opdoeken. Dus we hebben behoorlijk een gok daarin genomen. Maar in de tussentijd hebben we toch weer kunnen tillen naar 175 professionals. En is alles ingeregeld zoals het ingeregeld moet zijn. En kunnen we weer flink vooruitkijken. Alles van ouds. En focussen op inderdaad de purpose. Ja. Het faciliteren van groei voor je mensen. Klopt. En dat heeft toegeleid dat jullie inderdaad nu 175 professionals hebben waar jullie mee samenwerken. En het interne team is inmiddels ook lekker groot met 25 mensen. Klopt. Ik gaf helemaal aan het begin van het gesprek ook aan in de introductie. Het is jouw doel om binnen nu en 3 jaar tussen het 35 miljoen omzet met de hele groep. Klopt. Te realiseren. Vanwaar dat doel en hoe wil je dat bereiken? Ja, goede vraag. Kijk, we hebben niet lang, of ik zorg altijd voor dat ik snel door kan. Dus in de tijd dat je aan het inrichten bent, ben je al aan het nadenken. Your Professionals is nu de label. We willen een groep gaan bouwen. Een groep die niet Your Professionals heet, maar anders gaat een andere naam gaat krijgen. Waardoor Your Professionals een van de labels wordt van de groep. Waarbij we een multi-brand strategie gaan aan het creëren zijn. Ik zit er middenin. Enerzijds willen we dat realiseren door autonoom door te groeien. Ik vind dat toch wel de rode draad moet zijn van groei. Want dan blijf je zelf scherp, nadenken en inventief. Ja, dat is wel... dat vind ik leuk om je daar zorgen om te maken. Positieve zorgen. Mm-hmm. Anderzijds ben ik een partnermodel aan het bouwen. Dat betekent dus dat ik niet altijd enige eigenaar wil zijn van Your Professionals. Afgelopen december heeft de eerste partner getekend. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. En, een collega van mij met wie ik al 10 jaar werk. Dus dat was eigenlijk de derde persoon toen ik en met mijn compagnon alleen zaten. Die heeft het overleefd met mij. En die is nu aandeelhouder geworden ook van een van de units. En er zullen meerdere volgen. We zijn onze dienstverlening aan het uitbreiden van detachering naar consultancy en naar learning and development. We faciliteren groei voor onze professionals. Dat betekent dat wij opleidingen en trainingen verzorgen. Die kochten wij altijd extern in. Afgelopen jaar hebben we een eigen learning and development unit gebouwd. Die zeg maar de opleidingen faciliteert voor onze eigen mensen, maar ook bij klanten. Dus dat betekent dat de derde pijler al gebouwd is. En de tweede pijler is eigenlijk consultancy. We bieden nu ook consultancy services aan. We bouwen dashboard, rapportages voor onze klanten. Ja. Waardoor we vanuit 3 pijlers door gaan groeien. En het stukje, ik heb wel wat ervaring nu als ondernemer. Ik begin wat ouder te worden, wat wijzer. Ik denk dat ik ook andere organisaties en ondernemers kan helpen om groei zeg maar, binnen die 3 pijlers zeg maar, voor te zetten. En dat we daar ook wel een platform voor hebben met heel veel klanten die niet alleen maar detachering kunnen afnemen, maar bijvoorbeeld ook learning and development of consultiediensten. Ja. En een buy-and-build strategie. Dus we zijn ook bezig om andere partijen toe te voegen aan de groep. Wauw, mooie mix van strategieën en markten waar je op richt. Met als leidraad wel inderdaad faciliteren van de groei. Klopt. Je eigen learnings en alles wat daarbij komt kijken. Ik ben ervan overtuigd dat helemaal goed gaat komen. Je hebt natuurlijk superveel ervaring. En in plaats van die ene investeerder die niks met de markt te maken heeft, ben jij juist wel die professional die specialist is in die markt. En anders samenwerkt met de partners die dat kunnen aanvullen. Ja. Dus ik ben ervan overtuigd dat het goed gaat komen. Wellicht kunnen we over een jaartje 4, 5 een deel 2 opnemen. Waarin je dat succes toelicht. En kunnen we meteen even checken of dat doel behaald is. Maar ja, jouw kennende gaat jou dat wel lukken. Dankjewel voor het delen van je fantastische verhaal. Dankjewel. Ik ben ervan overtuigd dat mensen hier mooie lessen uit kunnen trekken. We sluiten de podcast altijd af met een stukje advies voor mensen die kijken of luisteren en graag willen ondernemen. Misschien wel young professional zijn en in dienst zijn bij een ABN AMRO of een andere partij en graag die stap naar het ondernemerschap willen maken. Ja. Welk advies zou je mee willen geven aan die mensen? Ja, kijk, ik gaf hem aan het begin al weg. Hè? Dus ja, je bouw een plan en ga op zoek naar je eigen purpose, waar jij het voor doet. Uh-huh. Dus niet voor de mensen om je heen en je gezin. En natuurlijk is dat een onderdeel van je leven wat heel belangrijk is. Maar zoek hem dicht bij je eigen kwaliteit en bij je werk. Vind jezelf niet te klein om een plan te bouwen, om een businessplan te maken. En maak een businessplan tot en met eigenlijk een inrichting van je agenda. Dus ook al zit je alleen op je zolderkamer, zorg ervoor dat je je tijd blokt. Dat je goed nadenkt waar je je blokken aan gaat besteden. En geef nooit toe op het niet executeren. Loop daar nooit van weg. Op het moment dat je jezelf die kant op programmeert, dan gaat dat je niet lukken. Dus als een sales hetgene is wat je moeilijk vindt of niet leuk vindt, maar je weet dat het moet gebeuren, ja, doe het. Programmeer jezelf vanaf minuut 1 om al die moeilijke aspecten in de week toch terug te laten komen. Ja. En dan gaat het je zeker lukken. Ja, top. Dus weet inderdaad wat je leuk vindt, je purpose, waar je het voor doet. Niet te veel naar je externe omgeving kijken. En als je iets niet kan, gewoon doen, want daar leer je het meeste van. Precies. Die executie is heel belangrijk. Er zijn heel veel mensen natuurlijk met heel veel leuke ideeën. Ik denk dat iedereen wel een elektrische auto bedacht heeft. Ja. Maar Elon Musk is 10, 15 jaar geleden de eerste geweest die het tot uiting heeft gebracht in de vorm van juiste executie. Dat klopt. En jezelf tegen jezelf kunnen praten en jezelf zeg maar dwingen om wel in die blokken hetgene te doen wat je moet doen. Al is het je administratie, al is het je sales, allemaal dingen wat je moeilijk vindt of niet leuk vindt. Als je het doet, ben je al veel verder dan 90% van de mensen die dat idee hebben. Ja. En als het niet lukt of het gaat niet zoals je wil, dan heb je daar in ieder geval van geleerd. En dan kun je dat weer toevoegen aan je rugtas, zodat je weer verder kan komen in je journey. 100%. Is dat een mooi sluitstuk van deze podcast? Zeker, Youssef. Fantastisch. Dankjewel voor je tijd, Mourad. Dankjewel. Jullie kijkers of luisteraars, bedankt weer voor het kijken of luisteren. Ga Mourad checken via LinkedIn, Mourad Ikariden. Klopt. Voor de mensen die graag willen samenwerken, misschien wel partner willen worden, kun je hem bereiken. Ja. Voor de mensen die meer willen weten over Your Professionals, waar kunnen de mensen terecht? www.yourprofessionals.nl. Oké. Zijn jullie ook actief op de socials voor de mensen die jullie willen volgen? Ja, maar nog niet. We kunnen wel wat volgers gebruiken. Dus, wat is de naam van jullie Instagram-account? Ja, Your Professionals. Your Professionals, top. Ja. Ga checken allemaal. Ga ons ook checken natuurlijk. Op Instagram, LinkedIn, YouTube. Laat even een comment achter, een reactie, zodat we dit soort mooie afleveringen kunnen blijven maken. Voor nu zou ik willen zeggen, bedankt weer voor het kijken of luisteren. En tot de volgende keer.